En dan nu opgave 40. Werd me ook nog gevraagd, dus die zal ik ook nog even doen. Uh, Wilfred knipt een ijzeren door met een combinatietang. Wat is een combinatietang? Figuur 42. Oh, dat is een combinatietang. Dus hij duwt hier al naar beneden. Hier hebben we het draaipunt. En dat hebben we de plek waar we aan het knippen zijn. Even, en dat is niet helemaal goed zichtbaar bij zijn tang, ook omdat het lijkt dat er hier twee krachten in elkaar, uh, tegen elkaar werken. Hebben we hier dus nog steeds te maken met het draaipunt? Een kracht aan de ene kant van het draaipunt en een kracht aan de andere kant van het draaipunt. Dat kan verwarrend zijn, maar laat je daardoor niet gek maken. Uh, uh, Wilfred knipt een ijzerdraad door met een combinatietang, figuur 42. De tang oefent daarbij twee krachten van 95 newton uit op die draad. Bereken welke spierkracht F Wilfred de handvatten heeft dichtgeknepen. Dus, overnemen. Daar hebben we de tang en dat wordt gewoon een schematisch ding, want ik wil eigenlijk gewoon snel klaar zijn hiermee. Uh, uh, want het maken van een tekening is wel goed voor het overzicht, maar als je heel, heel gedetailleerd gaat tekenen, dan verlies je eigenlijk weer een overzicht. Dus, nou, dit lijkt wel een klein beetje op een tang. Hier hebben we de f van de kracht van Wilfred. Wilfred. En de afstand van de kracht van Wilfred ten opzichte van het draaipunt, en deze hoort natuurlijk een klein stukje die kant op. Oh nee, die kracht wisten we niet. Hè? Uh, we weten wel een arm. Dus we weten de afstand tot aan het draaipunt 9,0 centimeter. En we weten aan de andere kant, want hier is ons draaipunt, hier knipt hij een draad door. Dat is dus aan die kant op die plek. En dat is anderhalf centimeter. Oké. Okay. Ik zie, dit hier is de grote arm. En dat hier is de kleine arm. Bij de kleine arm is de kracht groot en de arm klein. En bij de grote arm is de kracht klein en de arm groot. Dus die twee dingen zijn altijd tegenovergesteld van elkaar. Als je niet snapt wat ik bedoel, kijk opgave 37 en 38 die ik hiervoor heb gemaakt. Um, we zullen hem zo meteen controleren aan de hand van die momentenwet hoor. Ik zie die afstand hier, die is 9 centimeter en deze is 1,5. Hij is dus 9,0 gedeeld door 1,5. 9.0 gedeeld door 1.5 en dat is hij is 6 keer zo klein. Dus de arm rechts, oh nou, weet je, de arm aan de rechterkant is 9.0 gedeeld door 1.5 is 6 keer zo klein. En dan praten we dus over de verhouding tussen de arm rechts en de arm links. Dat heb ik hier berekend. Dat betekent dat de kracht 6 keer zo groot is geworden. 6 keer zo groot. Dat komt overeen met 95 Newton. Oké, okay, dus dat betekent dat die oorspronkelijke kracht, die was kleiner. 95 gedeeld door 6. Delta 6 is 95,6. 15,8 newton. Dat is natuurlijk ook het hele idee achter zo'n knijptang: dat je hele stugge dingen toch makkelijk kunt, doorknijpen. kunt doorknippen. Even controleren of het allemaal klopt hoor. We hebben hier de kracht keer de arm aan de linkerkant, is de kracht keer de uh, uh, rechts keer de arm aan de rechterkant. Dat is links, dat is rechts. De krachtkeerarm arm aan de linkerkant. 1,5 centimeter. En de kracht hiero is 95 Newton. Die 95 keer 1,5, die moeten we aan deze kant moeten we die ook vinden. En aan deze kant weten we deze kracht niet. We weten wel de arm, die is 9,0 centimeter. Um, maar weet je wat? Ik laat hem even zo staan. Dat is eigenlijk wel mooi. Dan kunnen we zo meteen nog wat zien. Als ik aan deze kant deel door 9,0 cm, vallen deze twee tegen elkaar weg. Ga ik hier ook delen door 9,0 cm. Als ik dit nou wat groter uitschrijf, dan zie je mijn theorie van zojuist 95 gedeeld door 6 zie je vanzelf staan. De verhouding tussen die twee armen is namelijk 1,5 gedeeld door 9,0. 95 keer deze breuk is 95. Keer die breuk. Ja, hoe moet ik het anders zeggen? Dit is de kracht dus aan de rechterkant. Hier hebben we het arm aan de linkerkant. En hier hebben we het arm aan de rechterkant. Ik bereken dus gewoon die verhouding die daartussenin zit. Uh, mooi, maar mooi. Gaat die 95 keer. Uh, en dan ga ik gewoon deze even invullen. Als dit je te ver gaat, helemaal niks aan de hand. Zorg ervoor dat je het goede antwoord kunt vinden. Op je proefwerk en dan ben je klaar. Hier, 15,8. Precies wat we hadden voorspeld. Yeah. Oh, eenheid erachter. Heel veel succes, jongens!